Ja. Everything is smelling. Oh. Zo. Het hout ruikt nog naar het bos waar het gekapt is. Wauw. Dit is properder dan onze guestroom. Het zijn properder dan de meeste hotels. Ik hoop dat het veilig is. Wie weet sport. Wie weet sport deze trein niet. Welkom in het nieuwe railway station, het nieuwe treinstation van Vientiane. Het is hier gigantisch. Kijk, boven heb je een shopping area. Er zijn meerdere, dat is eigenlijk de sneltreinhalte. Daarom is het zo spectaculair. Je kan het vergelijken met de Thalys. Op een uurtje ga je 500 kilometer verder hier naar Luang Prabang. Je kan ook naar Van Vien gaan, maar Luang Prabang is de grootste afstand. Kijk, onze taxichauffeur heeft ons afgezet. We hebben een ticket gekocht daar. Dat is allemaal via QR-code dat we verliepen. We moesten een foto maken van een QR-code. We moesten een foto maken van onszelf. En dan is hier het volledige nieuwe treinstation. Jammer genoeg dat ik het niet meer kan tonen van de buitenkant. Ik ga proberen wat snaps in te voegen, want het is echt wel de moeite. Kijk, zie ons hier staan dan. Kraaknet de vloer, kraaknet. Kijk eens aan. Je kan chappen van de vloer, mijn man. Je kan chappen van de vloer. Dus ik ben benieuwd, want een klein beetje honger. Onze trein vertrekt binnen een 1 uurtje. De toiletten zijn ook mooi. Je hebt gratis kraantjes water daar al. Kijk, en daar is mijn vriendin. Klaar gebackpackt. Oké, mami. Kijk, daar kan je shoppen. Kijk, het drinkwater is gratis. Wat staat er toch op? Ja, het is tijdelijk buiten gebruik, maar er komen better days. Je kan koud en warm water voor een lekker theetje. Dan heb je hier de VIP wachtruimte. Voor de iets minder economische reiziger. Douwe Koffie. Douwe Koffie, een van de grootste koffieplantages hier in Laos. De koffieproducenten is Douwe. Dus die gaan ze natuurlijk ook verkopen hier. Een beetje representeren. En kijk hoe proper het hier is. En waar ik vooral van onder de indruk was. La Famille, waar ik vooral van onder de indruk was. Tuurlijk, het is een Thalys, het is een sneltrein. Is daar de scan die je moet doen, zoals op de luchthaven. Dus we waren niet voorbereid. Ik denk, ze scannen vooral op wapens. Dus de elektronische dingen zijn gepasseerd. GSM moest uit, bril moest uit. En echt letterlijk alles moet door deze band gaan. Dan moet je op je verhoogje staan daar. En dan word je eigenlijk manueel gecontroleerd. Daar heb je een shabu, een Japans-Koreaans restaurantje. En dan heb je hier gewoon kleinere snacks. Dus ja, ik zou het even buiten willen zien. Maar ondanks dat ik al door de passage ben gekomen, kan ik het niet meer laten zien. Dus geen enkel probleem. Laos, op weg naar Luang Prabang. Een van de meest mooie natuurlijke plaatsen ter wereld. En ja, jullie gaan het gewoon zien, man. Mooie watervallen. Dit is hier een genre van de Thalys. Dan kan je hem hierin zien. Die is echt gloednieuw, man. Staat hier nog maar 1 jaar. Jullie, waren de toiletten de moeite? Of was het normaal? Hm? Waren de toiletten normaal? Ja, normaal. Oké. Okay. Hier een groen pijltje. Die we volgen eigenlijk naar Passenger Transport Office. Ik denk niet dat je pijltjes moet volgen, want die sturen ons gewoon weg in het 100. Ik ga even naar de shopping area gaan boven. Hier is het vreemd dat het al donker is. Watch your step. Het licht gaat automatisch aan. Sabadi. En hier zijn we dus in de shopping area. Ik denk dat die nog volledig onder constructie is eigenlijk. Dat die nog moet eigenlijk gebouwd zijn. Dus zoals jullie zien, het is gloednieuw. Wauw. Kijk, de vloer die blinkt nog gewoon. En dan heb je hier, oh zalig, een badmintonveldje. Ik vraag me af of er ook rackets zijn. Als er raketjes zijn, wil ik wel een balletje slaan. Maar ik zie jammer genoeg enkel pluimpjes liggen. Van Victor. Met dat kunnen we misschien spelen, maar jammer genoeg zijn er geen rackets aanwezig. Of toch wel hier? Ah nee, gewoon matjes. Jammer, mijn man. Echt jammer.
Ja, jullie kunnen zeggen, Bruno, je bent weer off track. Wat ben je weer aan het doen hier? Over die edge aan het gaan, maar Bredas staat er niet voor niks. Er stond boven dat hier de shopping area is. Het is nog volledig onder construction. Dus ik toon jullie barens. Toilet, dat is niet speciaal. Oké, dus ik zie jullie later. Als ik kan, ga ik nog een quick peek tonen van de trein. Ik voeg nog de voorkant van het station in. In de thumbnail waarschijnlijk, want het is prachtig. En als jullie vragen hebben, laat mij weten. Als jullie in Laos zijn of willen naar Laos gaan, stuur mij. Ik ben jullie pluk. Bye, bye, bye. Subscribe, like. We zien elkaar verder. De wachtlijn stond helemaal tot daar. De organisatie kan nog iets beter, maar we geraken er wel. Haast en spoed is hetzelfde goed, ook op het treinstation. Als je nu de eerste of de laatste bent, onze destinatie blijft hetzelfde. En kijk, ik ben fier op mijn klein backpackertje. Hoe ze zich opoffert dat ik de video kan maken. Voor jullie te helpen veilig naar Luang Prabang te gaan. Kop goed, maar krap. Moet ik je optrekken? Moet ik je optrekken? Kijk hoe clean, hoe mooi het op de grond is. Zo zuiver. De nieuwe. Ja, proefkonijntjes voor de trein. Personeel, je ziet, het is vooral er ook nog allemaal een trainingsfase. Het is een proefkonijnfase, iedereen heeft een beetje, het is een beetje nieuw en speciaal voor iedereen. Oké. Thank you. Alles ruikt naar nieuw. Ja. Everything is smelled nieuw. Het hout ruikt nog naar het bos, waar het gekapt is. Wauw. Het is properder dan onze guestroom. Het zijn properder dan de meeste hotels. Ik hoop dat het veilig is. Wie weet spoort deze trein niet. Er is zelf een bar op de trein. We hadden niet moeten eten kopen. Sabaydi. Iedereen is vriendelijk ook, kijk. Ik maak reclame voor deze trein. Brand new. Gratis water. Welkom. Nog nooit getest, nog nooit uitgehaald. De controlekamer. En hier zijn onze gezellige plaatsen. Is het hier? 3ABC. Oké, ik ben B van Bruno. En jij bent A van Alpha. Het is officieel. Nee, niet dure stad. We gaan naar de rustige stad, naar de natuur. Midden in de jungle. Ik zou niet zeggen dat het duur is. Nu tonen we de trein. Oké, de laatste beelden hier. Van de wildlife hier. Zien jullie daar? De diertjes lopen. Maar we komen zeker terug. Want hier zitten we vlak bij Ubon. Nee, bij Ubon. Dus bij Thailand. Dat we nog juist willen meegeven is, het is een Chinese railway compagnie. Het land hier Laos is een beetje brak. Dus de Chinese vrienden zijn komen investeren en hebben de sneltrein eigenlijk geïnstalleerd voor hun belang ook. Omdat zij graag reizigen door Laos zaken doen investeren. Dus dank u China voor deze investering en ons op een snelle manier, op een snelle en comfortabele manier op onze bestemming laten brengen. Dit was het La Famizi. Tot de volgende video. Subscribe, like en deel. Als je vragen hebt rond Laos, Thailand of Zuidoost-Azië, shoot me in de comments. The Golden Stupa. They told me that only the top is really golden. The rest is painted and I think, yeah, you can see the difference. How shiny. Shine bright like a golden diamond. But that is also beautiful though.